Door de uitspraak dinsdag van de Hoge Raad zijn de vonnissen van het Hof van de heer Schotten en mevrouw Van der Dijs onherroepelijk geworden. De gevangenisstraffen waartoe zij veroordeeld zijn, kunnen op dit moment echter nog niet ten uitvoer worden gelegd. Ze kunnen nu dus nog niet worden aangehouden en opgesloten. Dat komt omdat artikel 610 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het Openbaar Ministerie na de uitspraak van de Hoge Raad 8 dagen moet wachten met de ten uitvoerlegging van de straffen. Dit geldt niet alleen voor de heer Schotten en mevrouw Van der Dijs, maar voor iedereen die onder de werking van onze wetgeving valt. Een veroordeelde kan een verzoek om gratie indienen bij de griffie van het Hof. Wanneer een veroordeelde die op vrije voeten is een gratieverzoek indient binnen de wachttermijn van 8 dagen, dan moet volgens de wet met de ten uitvoerlegging van de straf verder worden gewacht totdat er een beslissing is genomen op het gratieverzoek. Op een gratieverzoek wordt beslist door de gouverneur na advies te hebben ingewonnen bij het Hof en het Openbaar Ministerie.